Oh. Dag boer Kees en boerin Jolanda. Goedendag. 17 september vandaag. Ja. 2015. De hondjes, hoe oud zijn ze nu? Ze zijn bijna 6 weken. Zondag zijn ze 6 weken oud. En ik begrijp dat jullie nu al veel verkocht hebben. We hebben nog 3 teefjes over. Nog 3 teefjes over? Ja, 3 hele mooie. En die ga je de komende week verkopen? Dat hopen, hè. Nou, je moet wel een goed plekje krijgen. Dat vind je belangrijk. Iemand voor ja. met een hart voor de Bennesenner. Goed over nagedacht heeft, het liefst met veel ruimte om huis. Ze gaan niet zomaar naar iedereen toe. Je moet wel een goed plekje krijgen. Jullie zijn geen broodfokken, zoals het heet. Nee. Kijk, hier hebben oma. 1 keer in de 5 jaar een nestje. Kijken. Wat zeg je, Jolanda? We fokken 1 keer in de 5 jaar een nestje. Ja. En ik vind het wel heel belangrijk dat ze dan goed terechtkomen. Ja. We houden zelf ook altijd 1 pup, 1 teefje. Maar we kunnen niet alles houden. Dus in feite heb je 2 hondjes te koop? 3. Nee, 3. 3, ja. En de rest is verkocht in de omgeving? Ja. Mooi. En Kees, jij hebt al heel veel jaren zo'n ras hond, hè? Ik heb dus wordt dan de 4e Bennesenner die ik heb. Ja. En hoe oud was je toen je de eerste Bennesenner hond kreeg? Oh, dat weet ik niet meer. De oudste, de hond die is toen bijna 14 geworden. Die is 14 geworden? Ja. En dit ras bevalt jou gewoon heel goed? Ja, ik vind de ideale hond. Prachtige honden zijn ze. Lief zijn ze, goed waaks. Ja. Nou, heb je al wat leuke dingen beleefd met de hondjes de laatste weken? Nou, ze zijn net 1 in de 5 gevallen. Oh, ja, dat kan ook gebeuren, hè? Dus maar voor wel... de rest gaat het hartstikke goed. Ze groeien heel goed, ze doen het hartstikke goed. En allemaal hele mooie, lieve, vrolijke hondjes. Mooie, vrolijke hondjes. Ja. Goed. Maandag krijgen ze de eerste inenting. Ja. Dan worden ze weer ontwormd. Ja, want ik begrijp dat de hond ook een paspoort moet hebben, hè? Ja, ik krijg een paspoort. Een soort verblijfsgunning hier in Nederland. Ja. Ja. Om geen cursus te volgen? Dat niet. Dat hoeft dan niet. Nee, maar het is toch wel verstandig om een puppycursus te doen met zo'n hond? Dat kan wel. Of hoeft dat bij deze honden niet? Op het algemeen zijn het makkelijker. Ja, maar wij doen het zelf niet. Nee. Nou, ik hoop dat die laatste 3 hondjes ook makkelijk gaan, maar... Ja, een goede ik heb, plek gekregen. Ja, ik heb begrepen dat ze niet zo duur zijn, dus we zullen zien of we geïnteresseerd zijn. Hè? Ja. Nou, veel succes verder. Ja. Dank je.